van Lennek. Het is een klein beetje onwennig voor een boerke van Pavel dat ik hier met dat chic volk mag komen mijn stroot openzetten. En ik ga dan wel nog de, ik heb de ijdele moed om dat te doen in het Lennex. Je kunt verpijzen van een Pavelaar is dat niet vanzelfsprekend, maar ik ben les gaan volgen bij Lea Vaaien en die heeft geprobeerd om er een klein beetje de goede accenten in te leggen. Ik ben ongelooflijk blij dat ik hier mag komen zingen, niet alleen omdat het Lennex is, maar vooral omdat het toch wel een speciale dag is voor mijn dikke kameraad, Mil Valderhamus. En ik zou zeggen mensen, zing een beetje met mij mee en het is ook de reden van de Mil dat je dat gaat meezingen. Het eerste liedje, pas op, ik ben een beetje een ska-jongen. Het zit een klein beetje getreid erin, een klein beetje jaloezie van een Pavelaar, maar we gaan het wel horen waarover dat komt. Het refreintje kun je misschien meezingen, het is een liedje, het traditioneel Vlaams muziekje dat ooit Jules Dassin nog gebruikt heeft, gepikt heeft. Kom de lemmeken gereden, al de grute kruiskassa, pastijn op vee, al die auto's, of al even is verba. En je toch een accident gehad, let jij recht ver naar huis. En gezien een grote winkel met veel zerken is de keus. Toch zijn alle draden uit dorpen echt een stukje van mijn het. Ik heb ze hele gans van boven op je stalleke gezet. Als de rieverans de nebel is, dan kun je ervan op doen dat de dorpen van Groot Lennek op de wegwijzers iets doen. Wie hij dopte met Van Lennek, de postuur nog niet ziet doen. Een bronzen inks met sek en puten, het is echt artistiek gedoen. Maar in Azeringen vindt er niemand, dan is woere klepper goed. Omdat zijn kolossole kont plat in uile richting stoot. Toch zijn alle draden dorpen echt een stukje van mijn het. Ik heb ze hele gans van boven op je stalleke gezet. Als de rieverans de hemel is, dan kun je ervan op doen dat de dorpen van Groot Lennek op de wegwijzers in stoen. Hij ziet de struubranders doorlopen met een huishuug in de wind. Met een nap door moelen touwen, hoe dat je nul zijn haren vindt. En de dee van Sintje met us blijven boeren voor altijd. En van Gosbeek zeg mos wegen, of ik krijg hier nog lawaait. En toch zijn alle drie dorpen echt een stukje van mijn het. Ik heb ze hele gans van boven op je stalleke gezet. Als de rieverans de hemel is, dan kun je ervan op doen dat de dorpen van Groot Lennek op de wegwijzers in stoen. Ik stond hier wel staat te zingen, maar een groeite frankentoot. Ik hoop dat ik hier niet weg moet springen, dat ik niet handig in de goot. Ik weet het is niet, wist niet beter, als ik al naar zoeken zie. Zit gerust, mijn brave mensken, ik ben groen van jaloezie. Want ook zijn alle draden uit dorpen echt een stukje van mijn het. Ik heb ze hele gans van boven op je stalleke gezet. Als de rieverans de hemel is, en kun je ervan op doen dat de dorpen van Groot Lennek op de wegwijzers in stoen. Bedankt! Sommigen van u hebben mij al een keer op gang gezien met Arjon. We hebben hier in Lennek ook al verschillende keren mogen spelen. En dan hebben we natuurlijk een liedje dat we in Lennek altijd moeten zingen. Pas op, ik ken normaal met een groep mee, maar dat was te duur voor vandaag. Hè. Dus we rekenen erop dat jij nu gaat meezingen. Het is heel simpel. Je moet maar elke keer het leste woordje van het zinnetje herhalen. Het is het verhaal van de draagzusters van Lennek. Het is de ballade. Dus dat is een vrije tristig ding, pak taal ineens, doe ik ook maar al gereden. Maar wel ga ik in het allemaal direct meezingen. De ballade van de draagzusters van Lennek. Het hoor, draagzusters van Lennek,
Val Lennek. Het is een tristig verhaal, ja, dat vind ik. Want de rokteren ging die ene lief. Hele pa was een weker van lemmes. Van lemmes. En geloof dat Alf Lennek van hem is. Maar zijn dochters gerok na en ik waait. En hij ging met zijn vanavond naar Likkerk. Ja, ze gingen op kermis naar Likkerk. En toch had je nog een mansvolk genoeg. Het zwaarste geval was Sofieken. Ze stond zelfs op de dans met Lobieken. En ze drooien tegen onder ter vier. En Sofie danste nager en nager. Nog veel nager. De lobby hem verslikte van het geigen. En de soekelij gaver de geest. Maria de tweede, zo en meer chans. Op het eerste gezicht, Want ze sloeg de gendarme om de nok. En toen hebben veel heen en gedronken. Op de dier was ze zo naai beskonken. En mijn geld trok me hier ervan dee. Maar de derde dag was nog iets anders. Daar pakte er niet wie met een keer. Dat was zoiets, dat mag niet in Likkerk. Twee lieven en mag niet in Likkerk. En ze vlogen makander in tor. En ze pakten hele mes en heel neesdoek. En ze stoken makander mors doet. Toch wel een heel speciaal moment, denk ik, lieve dames en heren, want echt, als ik hier sta, dan is het voor een groot stuk voor mijn sympathie voor de organisatie hier, maar toch vooral voor die formidabele tip die hier vandaag zit, Miel Wallraven, die vandaag 71 jaar wordt. Hij is ook 10 jaar Kronkelman. En ik ga dit klein optreden besluiten, lieve dames en heren, met een liedje te zingen, gemaakt speciaal voor deze gelegenheid, op een erken dat we al vroeger wel een keer gebezigd hebben. Maar tezamen met die grandioze bellemannen hier tezamen, die als koor gaan meedoen. En we gaan hopelijk ook met u allemaal samen dit liedje zingen. Het is een refreintje, je hebt het papiertje gekregen. Het is in dialect geschreven, je moet dat een beetje gewoon zijn van te lezen. Maar het is voor de kenners onder u gemokt op het liedje van Mille Moyer van Arjan. En nu is het Mille Kronkel geworden. En we gaan dan een keer repeteren. Ai, Mille Kronkel, blijf nog wat van maar. Je doet niet ongekonkel of erre bekkera. Bij ja geen reclamoezer en geen bedriegera. Je zorgt geen jamme soezer, je mokt de mensen bla. Dat is refrein, dat komt een keer of wat ze tegen, en dan gooi je dat wel in. En daarmee. La 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 la. La 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 la
kleijoer nooit gedonder van de slag in Waterloo. Weer een menneke geboren in een Lennox-avenue. Pas was chirurgien de grondel, kreeg de naam van Frans Joseph. En weer loter af en goed, maar ja, cultureel besef. Ai, mille kronkel, blijf nog wat dan maar. Je doet niet op de konkel, of verre bekkeraar. Bij ja, geen reclamoese en geen bedriegeraar. Je zegt twee jaren zoese, je mocht de mensje blaar. En dat zijn duim, publiceerden in journaaltjes, zijn vertellingen vol duim. Zo bepijs let op zijn glorie, met zijn creatief verstand. De fantastische historie van ons Kulpajottenland. Ai, mille kronkel, blijf nog wat van maar. Je doet niet al de konkel of verre wekkeraar. Wij jagen reclamoese en kinder donkeraar. Dichters schonken uilen loven, on ons strijk wit schuurt beroemd. Hij zal lang duurt en begraven, maar zijn land daar hier beroemd. En in de lennep aansje geren, we vervolgen dit verhoor. Ze zijn de kronkelman creëren en de wil was idee door. Hij wil een kronkel, blijf nog een van maar. Je doet niet ook het konkel of verre wekkeraar. Maar ja, geen reclamoese of geen bedriegeraar. Je zegt twee jaren zoese, je mag de mensen blaar. Als de middels en stemloos talmen, huren ze tot in Parijs. En elke nu niet talmen, zijn de spoor is altijd prijs. Huurt de walraven smokkelen, met een lach op zijn mond. Blijft die schouwrikkes vertellen, struins en varskes in het rond. Hij en hele kronkel, blijft nog wat van maan. Het doet niet ook het konkel, of er een lekker aan. Daar jagen reclamoese en kinderbekeraar. Je zegt twee arme zoese, je mocht een mensje blaar. Het is al 10 jaar dat de midden ons aan me zijn in zijn tenue. Met zijn hoed en met zijn bellen en zijn renkes continu. En wat als in Lenneke willen, lukt de kronkelman bestoen. Dat als u bij onze midden nog geen jaren voor straks doen. Oh! Hij wil de kronkel, blijf nog wat van haar. Het lukt niet over het konkel, of er een lekker aan. Ongeveer 10 jaar. Een stuk of 100 bij ze. 100, 120, ja. Het zal zoiets zijn. Een stuk of 100, 120. Sommige van die roepen, die hebben wij, want die zijn met een computer een keer verdeeld of uitgeschreven. En die zijn toch wel in de handen gekomen van die bellenmannen. Ja, nu, mensen. Zijn dek had. Vele merries had hij lief. En hielp zo elke boer aan zijn gerief. Haal bomen uit de bossen, waar geen tractor door kan crossen. In verbruik niet duur, haver, pieten, een handvol per uur. Heeft nooit een kater, drinkt alleen maar water. En uit zijn gat, dik en rond, stinkt de uitlaat natuurlijk en gezond. Niets gaat ervan verloren, zo zijn ze geboren. Gaan ze later dood, geen nood, aan eten geen gebrek. Want niks is beter dan een goed gebakken pied de stek. Men zeggen het voort, men zeggen het voort. Aandacht, aandacht. Gooik, parel van het Padottenland.
eens onder de heerschappij van de heren van Gaasbeek. Ik ken geen streek die het bij u kan halen in vruchtbaarheid en schoonheidsglans. Uw groene heuvels en je nog groenere dalen omringen Brussel in smaragdenkrans. Van Vlaanderens dender tot de boord der Senne golft gij en deint in Leiden hoog en diep. Geen nijverheid komt je schoonheid schennen. Uw schoonheid, ongerept als God haar schiep. Is het goed, is het kwaad, is het krom, is het recht. Gezegd blijft altijd gezegd. Men zegge het volgt. Aandacht, aandacht, aandacht. Door brood en geld zullen geuzen niet veranderen, wat men ook doet. Par le pain et la besace des gueux ne changeront quoi que l'on fasse. Deze slogan werd in de eiken schouwbalk gebeiteld door de heren van Gaasbeek. Waarachtig, dit gebeurde in 1388. Heden ten dagen telt het Pajottenland nog vele geuzen. Weliswaar met andere leuzen. Eén geus kennen jullie zowel als ik. Hij was burgemeester van Lennik. Met geen geld te betalen, Willy de Walen. Men zegge het voort, men zegge het voort. Aandacht, aandacht. Dit jaar zou Frans Jozef de Gronkel 200 jaar geworden zijn. Deze rare Lennikse klant, de Noordvinger van Pajottenland. Alle vrouwtjes vond hij fel, daarom bleef hij zijn ganse leven vrijgezel. Maar het was ook een grote advocaat met klasse, veel beter dan Jef Vermassen. Men zegge het voort. Aandacht, aandacht, aandacht. Van Bernadette naar het plantje dat is moeten scheid. Gedieren van Lennik is dan een wind, dat is wat ik weet. Maar voor de mille is het moeten stap, want hij is liep. Hij komt langs de kerktrap met zijn jeep. Ben zeg het voort. Dag Mil. Ik kan ook maar beginnen met aandacht, aandacht, aandacht. Ik zie de boom als een vrouw, die zelfs 's winters in de kou, in haar volledige naaktheid, nog altijd een sluier heeft van geheimzinnigheid. Even kwetsbaar, even onberekenbaar. De boom houdt ons 's winters warm aan rijk en arm. En door het vuur verslind keert de schouw zijn leven in de wind. Ik kon van alles worden. Beenhouwer, militair of bakker. Maar nee, ik werd houthakker. Geen zin in emmer of dweil. Ik koos voor kettingzaag en bijl. En al doet het soms aan mijn hartje zeer, toch leg ik de dikste bomen neer. Men zegge het voort. Aandacht, aandacht, aandacht. Nee, ik ga niet declameren over overstromingen, mattetaarten of muren. Ik ben een belleman met rare kuren. Want op mijn kaart staat er maar één straat. Ze gaat van Lennik naar Herersbergen, met onderweg vele herbergen. De oude Herersbergse Romeinse baan, je kunt er heel goed laten op gaan. Stad aan het Pajottenlandse kant,
grens van mijn Pajottenland, waar ik heel mijn hart heb aan verpand. En is er iets mis, dan vraag ik op mijn knieën verheffenis aan den oudsten manneke Pis. Men zegge het voort, men zegge het voort. Onze Wil die lacht altijd, maar soms heeft hem ook van die momenten dat hem heel kwaad kan zijn. Aandacht, aandacht, aandacht. In de plaats van een mooi gedicht krijgen we zwijgplicht. Al weet iedereen al lang dat de gronkelman, als hij zwijgt, ook schrijven kan. Wat zijn dat voor rare toeren? Nu zijn ze slecht aan boeren. Een goede raad aan onze gemeenteraad. Het is gemakkelijk om vriendelijk te zijn met elkeen, maar veel moeilijker is het om vooral eerlijk te zijn met iedereen. Men zeggen het voort, men zeggen het voort. Ze hebben mij een tekst gegeven in het Lennox. We gaan ons best doen. Aandacht, aandacht, aandacht. Het zijn in Lennox toch krakken. Na pikken ze ons vuilzakken. Minske van Lennik, we zijn gezien. We betalen voor 20 en krijgen er meteen. En nadat iedereen dat weet en ziet, vragen wij ons een rolletje verniet. En willen ze in de toekomst nog met ons samenwerken, mocht ze dan u kosten blieft een beetje sterker. Want na mag er niet mee leuren. Voordat je ze op straat zet, zijn ze aan het scheuren. Pakt al een tijd, wij willen kwaliteit. En ik zal eigenlijk nog iets vertellen. Leer een keer tot 20 tellen. Men zeggen het voort, men zeggen het voort. We gaan terug in de tijd naar 2012. Aandacht. Aandacht, aandacht. Bericht aan de bevolking. Jaarmarkt Lennik voor de 62e keer. En het is nog niet de laatste keer, meneer. En al gaat het slecht met onze gemeentekas, op de jaarmarkt staat toch elk dierenras. En iedereen doet mee. Gas, plancher. Het kan niet op. Lennik staat op zijn kop. Wil je er meer van weten? Kom naar Lennik, een belevenis om nooit te vergeten. En om mij te plezieren, laat het hulplassen aan de dieren. Dat de jaarmarkt nog lang mag blijven, ik zal wel de gedichtekus blijven schrijven. Men zegge het voort, men zegge het voort. Nu, Robin Hoods B, 2012. Aandacht, aandacht, aandacht. Lennik, hartje van het Pajottenland. Eens onder de heerschappij van de heren van Haasbeek. Ik ken geen streek die het bij u kan halen in vruchtbaarheid en schoonheidslands. Uw groene heuvels en nog groenere dalen omringelt Brussel in smaragdenkrans. En nu mijn roep wordt gehoord tot Robin Hoods bij, wens ik hem een goed onthaal, bij rijk en arm, bij allemaal. En zonder stok nog steun, mijn hand doorloopt mijn lief Pajottenland. Men zegge het voort, men zegge het voort. De laatste in de rij. Verhuisklosken naar Lennik. Aandacht, aandacht, aandacht. Groot nieuws uit Sint-Emetis. Dorp waar nooit eten of drank te ket is. Klosken werd door Jan Alleman gebuist. En zijn dan over de beek naar Lennik verhuisd. Voor de vierde keer gaat Klosken open en dicht. Het doet mij denken aan een knipperlicht. Maar geen geklaag en geen gezaak. Speciaal voor jou... De burgemeester van Lennik, Irina de Knop. En die heeft nog een paar woordjes voor jou in petto. Onze burger
moeder. Dames en heren, een applaus voor Irina. Men is soms een beetje ontroerd, maar dat is geen probleem. Irina, geef jou de micro. Dat is mooi, hè? Ontroerd zijn, dat mag erbij horen. Mil, had jij zoveel jaar geleden, of nog maar een jaar geleden, uw 71ste verjaardag zo voorgesteld, met zoveel bellemannen uit het ganse Vlaamse land en zoveel mensen hier uit Lennik die dat samen met jou komen vieren? Nee, nee, ik ben in de luren gelegd. Het is echt waar, het is een beetje te veel antwoorden. Nooit gedacht. Ik kan dat geloven, dat is heel speciaal, maar je verdient dat ook, hè, Mil, want je hebt Lennik, zowel in Lennik als buiten Lennik, al heel veel vertegenwoordigd op jouw eigenzinnige, fijne, prachtige, krachtige manier. En we willen jou daar namens het gemeentebestuur dan ook van harte voor danken. En natuurlijk hoort er bij een bedanking en bij een verjaardag ook een cadeau. En in dit geval ga ik dat jou laten overhandigen door onze schepen. En dat is een cadeau, heel speciaal, heel uniek, want gemaakt door een van onze amateurkunstenaars hier in Lennik, mevrouw Kreesens. Ik roep er haar even bij. Van harte proficiat, mevrouw Kreesens, en dank u wel. Hij vraagt stilletjes, mag ik dat openmaken? Hij moet het openmaken. En nu volgt er wat uitwisseling die ik even gemist heb. Tadam, tadam, tadam. Ze hebben dat vastgemokt met een strafpapiertje. En nog een papiertje. En nog een papiertje. En toon het een keer, Mil, hoe mooi het is geworden. Wauw. Dat applaus is helemaal voor jou, hè, Mil. Dat is heel, heel mooi. Ik mag zeker niet solliciteren omdat hij mijn bureau mag hangen. Dat ga ik pakken, hè. Nicole, ik ga jou daar iets over laten vertellen. Door wat heb je je laten inspireren voor dit kunstwerk? Uiteraard door zijn portret, maar verder? Op elke groot festijn hier in Lennik was middelbeeld. En dat figuur, dat kan zo mooi spreken, maar prachtig. En dat sprak altijd enorm mooi. Dus het is helemaal Emil. Het is een portret van Emil geworden. Misschien nog een laatste applausje voor onze Gronkelman, want zo noemen we hem hier in Lennik. Van harte proficiat. Mil heeft nog een belangrijke taak vandaag. Hij moet straks nog een tweede modelroep houden. En ik ga hem ook vragen om de trekking van de volgorde te houden straks voor de nieuwe of de tweede roepen van vanmiddag. Maar dat gaat Mil doen. Eerst natuurlijk nog de officiële foto's, het officiële gedeelte. Amai, zoveel pers hier aanwezig in Lennik. Het is ongelooflijk. De site, de infosite, persinfo.org, zeker in de gaten houden, vanavond of morgen komen al die foto's en een verslagje van deze dag er zeker op. Dat gaat heel tof zijn om te lezen. Ik ga misschien toch hier even bij Mil, meneer de Gronkelman, een klein woordje misschien als het kan. Ik heb altijd een grote bek, maar vandaag ben ik stilletjes geworden. Echt waar. Ik ben een beetje een overdonderde foto, hè. Nee, je moet dat eens goed bekijken. Hè. Dat is geschilderd met hand en volledig gezogen. Echt maar. Heel, heel mooi. Het is helemaal echt. Het is 100% zoals je bent. Het is echt fantastisch gelukt. Schitterend, schitterend, schitterend. Amai. Oké, okay. Super. Ja, ik vraag nog even het woord, omdat ik daarnet bij de overdondering van Mil even vergeten was toch om al die mensen die zo kleurrijk zijn opgedaagd,
uit alle mogelijke provincies van Vlaanderen toch van harte te bedanken voor jullie deelname. Ik heb begrepen dat Mil zichzelf ook al een aantal keer heeft ten beste gegeven in jullie gemeenten of steden. En daarom zijn we heel blij dat we dat precies op zijn verjaardag een keertje kunnen omdraaien, die rollen. En ik heb een aantal van jullie al bezig gehoord. Van harte proficiat. Jullie zorgen ervoor vandaag dat Lennik leeft. Nog meer leeft dan anders, maar het is heel kleurrijk dat we leven vandaag. Ook voor jullie een heel warm applaus van iedereen hier aanwezig en een dikke dankjewel.